Hallo. Ja. We zijn er. Goed. Het staat allemaal hier zo wankel. Ben je een hele late Blossybox filmpje? En dat komt omdat ik heb de Blossybox overgezet, zeg maar, qua adres hierheen. Omdat ik nu zo goed als hier woon eigenlijk. En, maar ik heb hem. En omdat ik de hele week dus gewoon bij mijn moeder thuis was, heb ik hem nu pas geopend. Of tenminste, mijn schoonmoeder heeft hem even geopend, want die wilde graag weten wat erin zat. Dus, ik ga hem ook even openen. En ik heb stiekem wat dingetjes gelezen en gehoord wat erin zaten, maar ik ben heel benieuwd. Dit is hem. Hij is gewoon weer mooi roze. En als we hem openmaken, hebben wij hier het briefje. En op het briefje staat Blossybox loves to dress up. Wat is er als vrouw nou leuker dan je op te doffen voor een avond uit? Bla bla bla. Heel leuk in ieder geval. Ik ga nog even niet kijken wat erop staat. En dan gaan we het openmaken. Oeh, dat valt bijna. Oeh, ik zie hele leuke dingen. Dit is hem. Ik zie hele leuke dingen. Goed, dan zet ik hem even naast me neer. En dan begin ik gewoon gelijk met het grootste ding. En dat is van Elf. En dat vind ik heel leuk. Want ik heb voor kerst een cadeaubon gevraagd van Elf. Dus ik hoop dat ik die dan krijg. Dit is een eyelash curler. En dat vind ik echt heel leuk. Want ik heb er al een tijdje over nagedacht dat ik misschien mijn wimpers eens moet gaan krullen. Misschien dat dat even helpt en dat soort dingen. En nu heb ik hem gewoon. En dat vind ik wel erg leuk. En deze kost 1 euro. Dat is wel erg veel. Nee hoor. Nee, maar hij is dus 1 euro. En ja, ik ben zo benieuwd om iets van Elf te proberen. Dat ik heel enthousiast ben over deze. Op het, sorry, maar ik ben echt een beetje. Op het kaartje staat: deze innovatieve wimperkrultang heeft een speciale vorm die geschikt is voor elke oogvorm. Het rubberen kussentje geeft de juiste druk om de wimpers natuurlijk te krullen zonder deze te beschadigen. Nou, dat is altijd fijn. Dan, ik zie een zakje van Gin. Oké. Wat is dit? Green Tea Exfoliating Marvel Gel. De 2-in-1 exfoliator verwijdert make-up en onzuiverheden en lost doffe huidcellen op. Dit bevordert de opname van je moisturizer en maakt je huid fris, egaal en stralend. Dus die Ginvera Green Tea Marvel Gel is in Azië al 16 jaar de best verkochte exfoliator voor een porseleinen huid. Dat heeft al heel veel wonderbaarlijke dingen. Oké. Er zit ook een kaartje bij. En daar staat op: een stralende huid binnen 3 stappen. En er staat één verdeelde green tea gel over je droge gezicht. Masseer het in over je hele gezicht met water. Concentreer daarbij vooral op de T-zone. Spoel de green tea gel dan af met water. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hier een klein flaconnetje van, wat zit hierin? 10 gram. En het adviesprijs is €27,50 voor 60 ml. Dus ik ga gewoon uittesten en ik zie wat er van komt. Dan zie ik iets van Anatomical. Ik kan van nou niet laten. Breath Freshener. Ja, dat is altijd handig. Dit is een full-size product ook. Net als de wimperkruller. En dit is een handige mondspray met vreugdekaneeltje. Voor zorg dat je nooit aan wifferies en minty ruikt. Ik ben heel benieuwd. En dit is een full-size voor 4 euro. Ik ben benieuwd. Ik ga hem gewoon uittesten. En dan zie ik of ik wat lekkerder ruik. Dan. Even kijken.
zie ik iets van Burt's Bees. Deze. De camera, die focust niet. Heel stressend. Goed op. Even kijken hoor. Oké. Nou ja, jullie zien het wel. Zo. Dit is een lipbalm. Dat zag ik staan. Die ik eigenlijk even open wil hebben. En natuurlijk niet open krijg. Ga ik jullie ondertussen even vertellen wat er op het kaartje staat. Burt's Bees is de grootste natuurlijke cosmetica lijn van Amerika. Dat klopt. Alle producten van Burt's Bees zijn vrij van parabenen en glycol. De ingrediënten zo, zijn, zijn natuurlijk niet getest op dieren. Dit is ook een full-size product en deze kost ook 4 euro. Dus dan hebben we tot nu toe al 3 full-size producten. Dat vind ik altijd leuk bij de Glossy Box, dat je vaak wel genoeg full-size producten krijgt. Dus ook echt waar voor je geld krijgt. Hij ruikt, dit is heel leuk, want hij ruikt naar, in Italië, waar ik vandaan kom, hebben we strips met kauwgomstrips. En deze ruikt precies hetzelfde, met een vleugje kaneel. Heel leuk. Nou, ik hoop ook echt dat hij goed zal werken. Ook trouwens heel handig voor in je tas. Ik ben nog niet zo lang aan het praten. Ook heel handig voor je tas, want het is gewoon een klein compact tinnetje, dus je kan het wel meenemen. Dan zie ik iets van Weleda en dat vind ik leuk, want ik vind Weleda een leuk merk. En dit is vitaliserende gezichtscreme, light. Een lichte creme die snel door de huid wordt opgenomen, verzacht de eerste lijntjes en behoudt de elasticiteit van de huid. Geschikt als dag- en nachtcreme. Dat vind ik altijd fijn, want ik heb eigenlijk nog geen dagcreme. En deze heeft Wild Rose als geur. En deze ziet er zo uit. En dit is een tubetje van 7 ml. En de adviesprijs voor 30 ml is €16,21. Maar dit is wel zo'n heel handig. Vooral als je binnenkort op reis gaat. Op een reis gaat. En dat soort dingen is deze heel handig. Ik ben heel benieuwd hoe die zal reageren op mijn huid. En dan. Dit is iets van Rituals. En dat vind ik heel leuk. Want ik wil al lang iets van Rituals proberen. En dan krijg je meteen gewoon een full size mascara. En dat is altijd wel leuk. Want ik heb altijd, op de een of andere manier, moet ik gewoon altijd weer een nieuwe mascara hebben. En dan kom je zo aangevlogen of dan zijn ze in de aanbieding. Dit is hem. Ja hoor, en dan valt het dingetje naar beneden. Het doosje. En dit is de Perfection Volume Mascara. De intense rijke formule in deze mascara zorgt voor mooie volle wimpers. Is zeer gemaakt aan te brengen en houdt de wimpers flexibel. Ritual Precious Mineral Make-up bevat natuurlijke mineralen en is gelijk met pure vermalen edelstenen. Dit is een full-size product van €15,50. Wat betekent dat we al lang en breed de Glossy Box er weer uit hebben, want die is €14,95. Zoals ik dus begrijp zitten hierin ook mineralen verwerkt. Dat vind ik wel heel speciaal eigenlijk. Gaan we even kijken naar het borsteltje. Dit is het borsteltje. Het is niks meer en niks minder dan een heel normaal borsteltje. Maar het gaat natuurlijk altijd om de formule. Dus ik ga deze vanaf morgen gewoon gelijk uittesten. En ik ben ook heel blij dat ik eindelijk mijn klassiebakje heb. En dit waren de producten alweer. Jammer genoeg. Er zitten altijd zo weinig producten naar mijn idee. Nee. Voor, we hebben sowieso 3. Even kijken hoor. 1, 2. We hebben 4 full-size producten. Wat normaal gesproken niet zo is. Normaal heb je 1 uit 2. En nu hebben we gewoon een mascara van €15,50 als full-size. Dan 4 euro voor die Bread Freshener. Dan de wimperkrul voor 1 euro. Dus dan zitten we al 20. En dan hebben we voor 4 euro nog
de lippenbalm plus nog de twee stempeltjes. Dus je komt echt wel dik over de 15 euro die je betaalt voor Glossy Box zelf. En dit was hem alweer voor deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond hem echt heel erg leuk. Vooral omdat de vorige Glossy Box mij echt niet is bevallen. Gewoon, ja, er zat bijna niks in waarvan ik dacht van, yay! Dus ik ben heel blij met deze nu. En als je niet weet wat Glossy Box is een abonnement. Waarbij je dus elke maand zo'n hele mooie box in huis krijgt. En de ene keer is het gewoon rijk gevuld, de andere keer is het wat minder. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje een cadeautje voor jezelf. En als beautyliefhebber is dat gewoon fijn. Dan weet je, ik ben weer veel te lang aan het praten natuurlijk. Weet je, kan je weer nieuwe merken uitproberen en dat soort dingen. En het kost €14,95. Ik zou zeggen, ik zou even de link hieronder zetten naar de Glossy Box zijn. Dan kan je alles op je gemakje lezen. En ik zie jou heel graag weer terug bij een volgend filmpje. Bedankt voor het kijken. Doeg!